Hey, dat is Vins gehaktbrood. Ja, mijn gehaktbrood slap. Wat is daarmee? Niet zo. Dit moet even staan en dan... Ik wil gehaktbrood. Nu! Oké. Zo lust je het graag. Je laat iets vallen. Ik ben van gras, gast. Dan mag je zeker geen gehakt brood eten. Dat geeft niks. We bedenken wel een nieuw lievelingsgerecht voor je. Susie, kun je me horen? Het spijt me dat ik je niet tegenhield. Ik deed te wild. En ik besefte toen mijn arm raar deed dat me zo buitensporig gedragen eng en pijnlijk was. Zo voelde jij je vast toen je brein gefrituurd werd door die aal en je helemaal uit je plaat ging. Ik kon je niet tegenhouden. Eigenlijk is het allemaal mijn schuld. Finn, heb jij dit gedaan? Dokter Prinses! Weet je wel wat het is om er zo bij te liggen? Weet je wel wat dat apparaat doet? En dat enge ademding? En die gore druppelzak? Wat denk jij hieraan te gaan doen? Ik wil alles doen om haar te helpen. Echt alles? Ja! Goed, want ik heb genoeg van die dubbele diensten. Trek dit aan. Oké, nu ben je een dokter. Succes! Wacht! Ik heb geen idee hoe dat werkt! Luister, niemand heeft enig benul. Want weet je... Ik ben eigenlijk geen dokter. Ik heb helemaal geen medische graad. Ik was hier voor een röntgenfoto. En mijn voornaam is dokter. Dus ja, zo is het gekomen. Ciao! Wacht! Dokterprinses! Hey, dok, kunt u me helpen? Sorry, ik ben geen echte... Aha, dit hebben we nodig. Een echt Finn-muziekje. Ik kan niet ademen. Geen muziek maken, niet ademen. Ik kan niet... Hé, dat geeft niet. Niet ademen is cool. Hé, ik weet wat je leuk vindt. Kwaad bestrijden. Ja, weg met het kwaad. We maken ons kwaad over het kwaad. Neem jij het voortouw maar, maatje. Wil je wat duistere kerkjes in elkaar rossen? Ja, ik weet een duister plekje. Waar heb je pijn? Oh, het is met me gedaan, dok. Dit is het einde. Ik heb pijn in mijn poot. En die houdt maar niet op. Oh, het is vreselijk. Ah, wauw. Je bent een medisch wonder, dok. Huh, het komt me hier bekend voor. Oké. Waar is de volgende patiënt? Hierachter, dokter. Hé, schatje. Wat? Waar is dokter Prinses? Ik wilde wat aandacht van een leuk meisje. Dus, hoe staat het met uw gezondheid? Ik heb wat last van mijn rug, net als altijd. Mijn tenen smaken naar suikermais, is dat erg? En alles ruikt naar dropjes. Behalve dropjes die ruiken naar... Hoe voel je je, ijskoning? Ik voel me... super! Oh, mama! Ik voel me weer alsof ik 500 ben! Hé, zullen we gaan stappen? Lekker dansen? Dokter Finn, dat klinkt best wel goed.